Het is gevallen. Paarden zijn gestart. Dexter aan de buitenzijde neemt de leiding. Galoppade voor Don Kivitsov. Naar de tweede plaats gaat Uragan de Logre. Chris Boko aan de binnenzijde en aan de buitenzijde. Uitgeschakeld, nummer 4, 4 galop. Nummer 4, Don Kivitsov is uitgeschakeld en de paarden gaan de coolboxbocht in. Met Apache Wolfhorn die de leiding heeft genomen. Dexter op de tweede plaats, derde Chris Boko. Vierde aan de buitenzijde is dan Uragan de Logre met in vijfde stelling daarachter Chiquita GS. Daarachter volgt Sistans Fortuna, die wordt gevolgd door Crème de la Crème. En laatste van het peloton is op dit ogenblik Classic Benes. Op grote achterstand staat Serest. Paarden halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Apache Wolfhorn leidt nog altijd met een lengte voorsprong. Dexter op de tweede plaats. En die twee hebben dan op een drietal lengte achter zich Chris Boko. Daarachter volgt dan Uragan de Logre met Chiquita GS dichterbij. Verder weg in het veld Sistans Fortuna, Crème de la Crème. En laatste van het peloton is nog altijd Denise Pennekamp met Classic Benes. Paarden zijn halverwege de bocht, de manegebocht, met Apache Wolfhorn die nog altijd leidt. Apache Wolfhorn, een lengtevoorsprong, Dexter in tweede stelling. Derde plaats is voor Chris Boko, vierde schuin daarnaast aan de buitenzijde Uragan de Logre. En die wordt op een lengte dan gevolgd door Caroline Albers met Chiquita GS. Verder weg in het veld Sistans Fortuna met Crème de la Crème. En laatst is onveranderd Classic Benes. En in die formatie zijn de paarden voor de manege uitgekomen. Gaan zo dadelijk de laatste ronde in. Met aankop nog altijd Apache Wolfhorn. Apache Wolfhorn en Ruud Pols geven leiding aan dit veld. Maar krijgen een kleine lengte gezelschap van Dexter. Eigenlijk verandert nog niks in de koers. Pols gaat soeverein aan de leiding. Dexter ligt tweede. Daarachter volgt dan in derde positie Uragan de Logre. Zuinigjes meetrekt aan de binnenzijde Chris Boko. Zo gaan we de coolboxbocht door. Uragan de Logre dus aan de buitenzijde. En verder weg Chiquita GS gevolgd door Sistans Fortuna. Met daarachter dan Crème de la Crème, Classic Benes. En zowaar ook bijna weer aansluiting voor Serest. Voor de laatste maal gaan we naar de overzijde van de baan. Daar leidt nog altijd Apache Wolfhorn met een kleine lengte voorsprong op Dexter. Aan de buitenkant Uragan de Logre. Aan de binnenzijde dan Chris Boko. Die wordt gevolgd door Chiquita GS, dan Sistans Fortuna, Crème de la Crème. Dan volgt Classic Benes en Serest is Taylor Charlie. Paarden einde overzijde gaan richting laatste bocht. Onveranderd die donkerblauwe kleuren van Ruud Pols. Met Apache Wolfhorn een lengtevoorsprong. Apache Wolfhorn leidt ze de laatste bocht in. Uragan de Logre die wou aanvallen, maar die maakte bij een galoppade. Zakt daardoor keihard terug door het veld. De tweede plaats is weer voor Dexter in derde positie. Uitgeschakeld nummer 2, 2 galop. Aan de buitenzijde nu Chiquita GS naar voren. En zo zijn we dan in de laatste rechte lijn met nog zo'n 250 meter à 300 meter koers. Dexter opent nu frontaal de aanval op Apache Wolfhorn. Chiquita GS trekt mee aan de buitenzijde. En we zijn nu in de laatste meters. En het is met 50 meter te gaan. Dexter die leidt. Dexter heeft de call. Dexter, maar daar komt aan de binnenkant Apache Wolfhorn terug. Steekt de neus weer vooruit en wint het voor Dexter. En daarachter op de derde plaats Chiquita GS met verder weg Chris Boko. Sistans Fortuna. En daarachter is het dan Serest die gevolgd wordt door Classic Benes en Crème de la Crème.